We staan bij de Brede School in Nieuweniedorp. Hier worden vandaag heel veel bomen geplant. Het wordt een echt tiny forest. Wethouder Miri van Gent gaat straks de eerste boom planten. Nou, dit wordt een educatief bos. Speciaal voor de leefomgeving bij scholen. Wij wilden dat heel graag. We hadden ook ons ingeschreven. Maar eerst bleek het alsof we niet in aanmerking kwamen. Het is eigenlijk oorspronkelijk bedoeld voor stadse gebieden. Maar wij vinden het zo belangrijk dat kinderen hun eigen bos hebben en alles leren. Het wordt eigenlijk een soort schoollokaal, maar dan buiten. U heeft vandaag de eerste boom geplant. Hoeveel bomen komen er totaal te staan hier? 600 bomen worden er vandaag geplant. Ze zijn natuurlijk nog heel klein. Ik heb een eik geplant, dus dat duurt wel even voordat die heel groot is. Maar het wordt echt een dicht begroeid bos. Ja. En ook een educatief bos, hè? Want hier moeten de kinderen wat van leren. Hier moeten de kinderen wat van leren over kleine zoogdieren, over vlinders, bijen, vogels, over de bomen, hoe iets groeit, wat je moet snoeien, wat je niet moet snoeien. Dus gewoon belangrijk. Tijdens de vorige raadsvergadering in Hollandskroon is het ook nog gegaan over bomen. Hè? Want de gemeente is nogal wat bomen verloren de laatste tijd. Is dit een klein beetje ook een goed maakertje voor al die bomen die zijn verdwenen? Nou ja, dat zei ik vorige week al. Dat was niet de oorspronkelijke bedoeling. Maar we gaan natuurlijk nu heel veel bomen planten in dit bosje, dit mini-bosje. En ja, die komen er wel bij. Niet in plaats van, want we moeten nog meer gepoot worden. Maar ik ben heel blij dat we hier... We hebben nu zwijfscholen die dit heel graag willen. Dus we hopen ook dat we volgend jaar weer een tiny forest ergens kunnen openen. Komen er totaal 5 in de gemeente? Nou, dat hopen we. 5 scholen hebben gevraagd, mogen wij het? Maar ja, we zijn natuurlijk afhankelijk van het IVM, die uiteindelijk bepaalt waar scholen komen, bij welke scholen. Nou, hier gaan de kinderen druk aan het planten. Gaat u ze nog een handje helpen of gaat u kijken? Nee, ik ga even helpen. Ik vind dat wel heel leuk. Ja. Succes. Dankjewel.